waarin de Snacks muziekles krijgen, de Hilversum 3 DJ's de Snacks ontdekken, waarom zijn de Snacks nooit in Topop geweest en een gesprek met Hanny Groot-Wassink over Simon Steekpenning. Het is december 1977. De Snacks bestaan 10 weken. Simon Steekpenning, een voormalig afdelingschef van de HEMA, is bereid gevonden om de Snacks fulltime te gaan managen. En met succes, want de Snacks hebben al een talentenjacht gewonnen. Een succes dat vooral aan de kwaliteiten van Simon Steekpenning te danken was en niet aan het muzikale niveau van de Snacks. Maar een eerste single is gepland, dus bijscholing is gewenst. De Snacks moeten muziekles hebben, besluit Simon. Van de inschrijving op de muziekschool bleef een fragment bewaard. Een fragment. Kunnen we hier dan ook punk leren spelen of kan dat niet? Nee, dat is niet. Kijk, zo, een muziekschool loopt natuurlijk altijd een beetje achteraan. Wat dat betreft, die moet bepaalde waarden die in de praktijk bewezen zijn, moet altijd een beetje toetsen en dan gaan ze dus ook inderdaad meedoen. Leer je ook wel muziek te spelen waar je op kunt swingen, ja, of niet? Ja, nee, niet swingen in de zin van big bands, zo, nee. Jack Panel en zo, maar echt swingen in de zin van improviseren, gein maken en zo. Terwijl het strak. Nee, dat is inderdaad. Maar misschien even ter zake. Ik ben dus de manager van deze jongens. En wat zij nu willen is eigenlijk punk spelen, want het ligt op het moment goed in de markt. U moet dat maar schrappen en met een ander gaan doen. Ik ben hier kennelijk niet geschikt voor. U drijft mij een kant op die ik niet wens te gaan. Simon Steekpenning besluit na deze tegenslag dat succes belangrijker is dan muzikaliteit. Een single is dan ook snel gemaakt. No Fun heet het werkje. Om het toch enigszins zwakke nummer wat steun in de rug te geven, zet Simon al zijn relaties en krachten in. En jawel, in hun angst om maar vooral niet achter te lopen bij het internationale punkgebeuren, laten de diverse Hilversumse DJ's de Snacks in hun programma opdraven. We laten wat fragmenten hiervan horen. Achtereenvolgens Edward Niesings Bezoekerscorner, Theo Stockings Continuing Story en de hitmeester Vincent van Engelen. Dan is het tijd voor de KRO op 3 bezoekerscorner. En wat we vanmorgen gebeurt, dames en heren, u zult het niet geloven. Niesing moet eraan geloven. Punk in Pebble 3, dat komt niet vaak voor. Hier hebben we 2 leden van de formatie, de Snacks. Hoe komen jullie aan die naam in vredesnaam? Ja. Nou, dat is een vrachtwagen geweest. Wat zijn de toekomstplannen? Jullie komen uit de Achterhoek, zijn daar zeer bekend. Een grote concurrent, denk ik dan, van de Nou, er komt een LP uit, hè? Misschien mag ik dat zeggen. Ja, natuurlijk. Hij heet namelijk Erotic Nightmares. En hij is in elke erkende plaathandel te krijgen. Oké. 1890. Ja. 1890. Ja. Ook op muziek zetten? Ook op muziek, ja. Nou, jij krijgt hem toegestuurd. Jij krijgt hem toegestuurd. Prima. Hartstikke bedankt. We gaan er een nummer van draaien. Snacks, hartelijk bedankt en veel succes in de punksfeer. Dankjewel. Bye. KRO, Theo Stocking Productions presents the continuing story of The Snacks. Vandaag in de continuing story het verhaal van de Snacks, een Nederlandse popgroep die zo bijzonder is omdat ze het heeft weten te presteren van onbekende plaatselijke punkgroep tot levende legende te worden. In de studio zijn nu gearriveerd 2 leden van de groep de Snacks. De manager.
De manager staat ook heel hinderlijk achter mij te schreeuwen. Heeft u de band wel dan? Zou je misschien, heeft u de band, meneer? Simon, zou je misschien even rustig willen zijn en gaan zitten? Die groep is ontdekt door het KRO-radioprogramma Gorst en Watergruwel. Ja, er zijn gaan allerlei rare geruchten over jullie. Ja, als zou daar de band niet bestaan. Als zou de zanger uiteengevallen zijn. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik ben niet uiteengevallen, zoals je ziet. We zitten hier, dus we bestaan. En Ted is ook niet uiteengevallen? Nee, dat is nonsens. Spelen jullie veel? Nou, regelmatig hebben we optredens. En natuurlijk het radioprogramma Gooit en Watergul. Gooit en Watergul. Ja, gaat veel tijd in zitten. In ieder geval komt er een wereldtournee van de Snacks. En waar gaan jullie dan allemaal naartoe? Nou, maar dat is echt alle uithoeken, hoor. Ja? Alle uithoeken van de aarde. Echt Japan, Australië, we komen weer. Ja, maar Zuid-Afrika niet. Nee, Zuid-Afrika niet en Argentinië ook niet. Argentinië wel? Nee, al die mensen die naar de televisie naar die voetbalwedstrijden zitten kijken, we wel naartoe. Die kopen die plaat dan helemaal niet. Nee, een plaat kopen? Ik heb ook nog eens een keer zoiets als principes. Dan moeten ze die plaat maar niet bestellen. Er is een Engels spreekwoord dat zegt, every man has his capital. Ja. Jongens, bedankt voor jullie komst. Ondanks deze grote plannen is zelfs de zelfverzekerde Simon nu overdonderd door de snelheid van de gebeurtenissen. No Fun komt met stip binnen in alle hitparades die Hilversum rijk is. Het is zelfs nog een week KRO's kieschijf. Hier komt de KRO kieschijf van deze week. Maar intussen staat het privéleven van de Snacks niet stil. Want omdat ze van Simon een strak repetitieschema hebben opgelegd gekregen, zitten ze vaak uit te rusten in de snackbar boven hun oefenruimte. Dezelfde snackbar waar Hanny Grootwassink tussen de middag een patatje komt halen. Een ontmoeting kan niet uitblijven. In het evangelisch afkikcentrum De Doper kijkt zij samen met Tom Brom nog eens terug hoe Simon Steekpenning in haar leven opdook. Hanny, hoe ben je eigenlijk met de Snacks? Mag ik nog even dat Leo er eigenlijk bij is. Vorige week eigenlijk zo van aan gehad dat hij erbij heeft gezeten eigenlijk.